Ik krijg dus de vraag: wat is dat nou precies, dat verbonden ademhalen? En je bent toch de hele dag bezig met je adem, onbewust natuurlijk. Maar met de verbonden ademhaling maak je op een hele bewuste manier contact met ademhalen. Je ademt in door je mond in en uit. Normaal gesproken dan doe je dat vaak door je neus. Dan is er een inademhaling. Vervolgens is er een pauze en je ademt weer uit. Is er een pauze? Adem je weer in? Met de verbonden ademhaling verbind je de in- en de uitademhaling met elkaar. Dus geen pauzes meer. Daardoor krijg je zoveel energie als het ware in je lichaam dat die energie ergens een weg wil gaan vinden. Dat uit zich in fysieke sensaties, soms in het begin als je net begint met verbonden ademhaling. ...en je bent echt niet gewend aan zoveel energie in je lijf... ...kan het zijn zelfs dat je handen verkrampen. Of dat je mond verkrampt. Het kan zijn dat je wat licht in je mond of in je hoofd wordt. Als je door je mond in en uit ademt... ...kan het zijn dat je mond wat droog is. Er gebeurt dus van alles in je lijf... ...en het enige wat je hoeft te doen, en dat is al een oefening genoeg... ...is om elke keer weer met je aandacht... Bij de adem te zijn. Zo diep mogelijk in je buik. Op emotioneel vlak is het de kans best groot. Het hoeft niet zo te zijn dat het bij elke sessie zo het geval is. Maar dat er onderdrukte emoties, emoties die wij niet zo fijn vinden, verdriet, frustratie, angst, onrust. Dat dat zich aandient dat het naar boven wil komen. Zo'n menselijke neiging is al wel van. Ah, niet zo fijn, dat ga ik weer onderdrukken. En met de verbonden ademhaling leer je om met al die emoties te zijn. Net zoals die fysieke sensaties, de verkrampingen waar ik het net over had, of tintelingen, of warmte, of kou, dat die gewoon mogen plaatsvinden. En dat kun je leren. Elke keer met je aandacht dichter bij die adem te blijven. Allereerst nog even wat heb je nodig, ook als je mee gaat doen met die online verbonden ademhaling. Je bent thuis, we zijn met Zoom verbonden. Het mooie is dat je gewoon je eigen schermpje uit kan doen. Jouw microfoon staat uit, dus niemand die hoort van elkaar de processen waarin iedereen eh, terecht kan komen. Het enige wat je hoort zijn mijn aanwijzingen elke keer maar weer. Dan geef ik weer aan van blijf met je aandacht bij de ademhaling of... Adem nu een beetje sneller of nu kunnen we meer aan het einde van zo'n sessie wat rustiger gaan ademhalen. En dat je meer van je buik ook naar je borstgebied ademt, naar je hartgebied. Dus daar hoef je verder niet over na te denken. Dat geef ik elke keer wel aan. En er wordt muziek gedraaid. Dus de muziek is de ondersteuning. In het begin wat rustiger. Later bouwt zich dat op. Vaak wat meer ritmische muziek. Waardoor je ook goed in die verbonden ademhaling kan komen. In het begin heeft het zeker wel een beetje inzet nodig. En ook vaak weerstand overwinnen. Want in het begin, ah, ja, net misschien wel als met hardlopen. of, of elk ding waarvan je wel weet dat het goed voor je. maar dat je er ook niet echt zin in hebt. Verbonden ademhalen kost zeker in het begin even moeite. Oh ja, dat lijf moet even op gang komen. Je hebt tijd nodig om in dat ritme te komen van die verbonden ademhaling. Een matje, een dekentje. En iets voor onder je hoofd. Je wilt niet echt een dik kussen gebruiken, omdat je wilt niet dat je, dat je keel als het ware gebogen raakt. Je wilt je adem, je, je hals zo open mogelijk houden. Dekentje is fijn om in het begin misschien even over je voeten te doen of over je benen. Dat je, mocht het koud zijn, of is gewoon comfortabel. En het einde van de sessie lig je eigenlijk helemaal lekker stil... En dan is het fijn om die deken helemaal over je heen te kunnen trekken. Het is gewoon lekker comfortabel. Nou, als ik nu ga liggen en ik laat het dekentje even achterwegen. Dus ik lig hier met mijn hoofd op het vachtje. Wat kan helpen is dat je je handen op je buik plaatst. Want je wil ademen zo diep mogelijk in je buik. Dus onder je navel in je bekkenbodem. En je ademt in en uit door je mond. Dus als je je mond opent. en je ademt in. dan zet je buik uit. en met de uitademing. zakt hij als het ware vanzelf weer in. Dus voor die uitademhaling hoef je eigenlijk niets te doen. Alleen maar een soort laten gaan. De inademhaling vraagt wel inzet. Dat je echt vol. Alle kanten je buik zet uit, ook naar de zijkanten, naar de onderkant. In het begin echt alleen maar onderin je buik. En dat ziet er dan zo uit. Dus je blijft die. Verbonden ademhaling in en uit zonder pauzes blijf je doordoen. En dan kan het zijn op een gegeven moment waar ik het over had dat je misschien wel je handen wat in een verkramping komen. Is op zich niet erg. Dat, kan, dat gaat dan vanzelf alweer uit. En als je het heel onprettig vindt, adem je gewoon wat zachter. Wat ook fijn kan zijn, is om je lijf te laten doen wat het wil doen. Dus het is niet een stil Zit of stil licht meditatie. He, als je lichaam wil bewegen, misschien heb je wat onrust in je voeten of in je benen. He, laat je benen doen wat ze willen doen. Misschien wil je wel iets met je armen, dat je met je armen of wil kloppen of misschien vuisten wil maken. Dus ga er ook helemaal niet over nadenken. Oh, is dit nou frustratie of is dit onrust? Whatever. Weet je, het vindt plaats in je lijf en laat het gebeuren. Dus, dit deel van de verbonden ademhaling in het begin bouwt zich op naar steeds wat sneller. Dus, als een echt een snellere ademhaling, dan kan het wel zo zijn: dat is een kort deel van de verbonden ademhalingssessie, zoals ik ze geef, maar het kan lekker zijn om echt even een aantal minuten flink. Dit is zoals mijn lichaam af en toe reageert. Maar het hoeft bij jou helemaal niet zo te zijn. En misschien ben je veel rustiger. Misschien is het bij jou nog bewegelijker. Of zijn de klanken die je wil maken. Eigenlijk is daar alles geoorloofd. En het einde van een sessie, zodat het laatste, een derde van, van, de, van de hele reeks, ga je wat meer van je buik naar je borst, naar je hartgebied ademhalen. Langzamer, vol en diep. Fijn is om op dat laatste stuk ook met je aandacht echt bij je hart te zijn. Je hart bewust te openen als het dat wil. Misschien komen daar herinneringen, misschien zijn daar situaties of mensen uh, waarvan je voelt, daar wil ik liefde naar sturen of voor jezelf houden. Of misschien is het noodzakelijk of wenselijk dat, dat er iets van vergevingsenergie komt. Daar is ruimte voor om die. Nou ja, dat gevoel die emoties te laten, te laten gebeuren. En dan helemaal aan het einde van de sessie, dan lig je, dan kun je dat dekentje over je heen trekken, lekker warm, comfortabel. En vaak kan het gebeuren dat je dan echt een hele diepe, diepe ontspanning wegzakt. En als je dan in slaap valt, is dat ook oké. Okay. Nou, dit is voor nu de verbonden ademhaling. Uitleg, kort. Even kort om het filmpje ook niet al te lang te houden. Als je nog vragen hebt, stel ze gerust. Ik wil ze met alle liefde beantwoorden. Je mag me bellen, je mag me een persoonlijk bericht sturen hier op de, de social media. En dan kom ik zo snel mogelijk met een antwoord. Ik zie je graag een keer bij de online sessie. Of offline, ik heb weer nieuwe data gepland om um, het in een groepsverband te doen. Dus ook daarbij hartstikke welkom. Ik zie je graag.